De verzetszaak tegen ex-legerleider Desi Bouterse is uitgesteld naar 31 maart. De krijgsraad was niet voltallig. Aanhangers van de NDP hebben vandaag massaal hun voorzitter Desiree Bouterse begeleid naar het gerechtsgebouw aan de Wulfingstraat. De ex-bevelhebber moest voor de krijgsraad verschijnen omdat hij verzet had aangetekend tegen zijn veroordeling van 20 jaar. Bouterse is op 29 november als hoofdverdachte van de decembermoorden schuldig bevonden door de krijgsraad. Hij verzet zich echter tegen de veroordeling omdat het volgens hem een politiek proces is dat onder meer door Nederland wordt gevoed. De ex-legerleider, tevens president, moet daarom nu persoonlijk voor de rechter verschijnen om zijn deel van het verhaal te vertellen. Omringd door zijn achterban liep Bouterse vanuit het presidentieel paleis naar het gerechtsgebouw. De president geeft aan wat er in hem omging. Wel, wat er altijd in me omgaat, alles komt wel op zijn plaats hoor. U bent hier helemaal omringd. Iedereen is gemobiliseerd om je te ondersteunen. Wat vindt u daarvan? Oh, is altijd prettig natuurlijk. Is altijd prettig natuurlijk als er een support is. Duizenden NDP-aanhangers, onder wie ook First Lady Ingrid Bouterse-Waldering, hebben gehoor gegeven aan de oproep van de partij om hun leider te ondersteunen. Allemaal hebben hun afkeuring over het vonnis uitgesproken. We zijn niet eens, we zijn niet eens, we zijn niet eens. We zijn helemaal niet eens. Waarom zijn jullie niet eens? We zijn niet eens. Na al die jaren, allemaal, samen, dan moeten ze al, samen zo, maar. Dan moeten ze alle de tientjes en dan gaan onderzoeken, alle de tientjes. Wat allemaal, wat doen next? Zou met hem alsjeblieft doen, meneer Sani? Waarom speciaal hem? Ik wil niet zeggen bijzonder dag. Ik misschien een beetje jammerlijke dag. Dat we het als land zo ver hebben laten komen. Ja, wat hebben we zo ver laten komen als land? We hebben de president veroordelen. Dat is not done. Voor of tegen, je moet dat niet zo afhandelen. Maar ja. Dus wat zou eigenlijk in dit geval het juiste geweest zijn? Ik denk dat we daar al veel over hebben gesproken. We zijn vandaag hier. Eenmaal is het zo ver gekomen, dan moeten we kijken hoe het verder gaat. Maar heeft u nog geloof in de rechterlijke macht? Ik heb geloof in de rechterlijke macht, maar ik zie ook dat we als land dit ding totaal verkeerd hebben laten aflopen. Wat vindt u van de bewering van de oppositie dat dit intimidatie van de rechterlijke macht is, deze massabegeleiding? Nonsens. Intimidatie, waarom? Er is geen enkel intimidatie hier. Dus het gaat gewoon erom dat we als land wel moeten markeren dat we iets hebben gedaan met z'n allen. Wat echt eigenlijk niet had moeten gebeuren. Mijn man is een zeer kalme man. Onder alle omstandigheden is hij altijd kalm. Je zal nooit aan hem merken dat iets mis is of dat hij is altijd very calm. En zo heeft hij het ook ervaren, zo heb ik hem ook gezien de laatste dag. Gewoon. Geen stress, geen? Absoluut niet. Want we weten dat de president ook een jaartje ouder wordt. Geen bloeddruk? Vreselijk stressbestendig, dat is iets wat ik in hem bewonder. Wanneer iedereen heel, hoe zal ik dat zeggen, down is, hij geeft nooit op. Hij is altijd positief. En dat is iets dat ik van hem heb geleerd. Ja. En in welke vorm heeft u uw man ondersteund in aanloop naar de krijgsraadzitting vandaag? We hebben gelopen van een paleis, we hebben gesproken. Nou ja, je weet, als vrouw. Over van alles, als man en vrouw, waarover praat je tot uw vrouw? De dagelijks. Ik bedoel dus niet over de. Absoluut. Niet. Nee, praten we niet over. Nee, helemaal niet. Bouten naar Abroko Stong. En na Abroko Stone, ik van Bob Mali bij de Abroko Stone. Mami was een soort assistent van Libi naar David Schreef Kiergoliath. God overgeven, man. Dus onno niks aan mijn Abibroko tak. Lief en geef het beste van uw levenstijd. Lief en vergeef uw broeders en uw zusters. Ook al je het niet verdragen, wees alsjeblieft niet hard dragen. Want ook de Heere Jezus vergeef. Die zegt toch ga heen, maar zondig niet meer. Ik verwacht dat hij naar buiten kan komen. Mm-hmm. Ja, want hij is niet de enige. Hij zei meer. Dus naar een wamtjara aan neem baka. Nee, dat nog kan. Ze hebben gezegd hij was legerleider toen. Ja, dat is waar. Maar ja, maar dat zijn biggie longs. Nou, een wamtjara. Moro moest kooien. Dat een wamtik als slak neem baka. Nog kan. Ik van schrotten, allemaal dat je die bedden die moet schrotten toe. Oké.
maar dat is Iwan eigenlijk moest op zijn. Look, als hij dit bijna 30 jaar ba. Met de lucendak, want hij dit bijna leeftijd, bij 75 jaar ba. Enkele aanhangers van de NDP die vandaag in de binnenstad hebben gedemonstreerd. De massa heeft Desi Bouterse begeleid naar de krijgsraad.